Ruis is volgens de officiële beschrijving humoristisch, vervreemdend, helder en wijs. Maar waar gaat het nou echt over? Het levensgevoel van de mensen in Rotterdam en omstreken. He, daar trouwens ook op de hele wereld. En gedachten over dood en leven. Het afsterven van huisdieren. En het voorbijgaan van tijden. En ook geschiedenis. Persoonlijke geschiedenis en ook algemene geschiedenis. En het gaat ook over plaatselijke geschiedenis. En universele geschiedenis. En het gaat eigenlijk over alles wat je je maar voor kan stellen. Op de signeersessie waren aardig wat mensen afgekomen. En voor de wachtende wilde de nachtburgemeester best even een van zijn favoriete gedichten uit de bundel voorlezen. Verenigingsleven. Onlangs hield de grappenmaker weer eens een perslucht slang tegen het achterwerk van een collega. Vrijwel op slag vond deze de dood door een gescheurde darm. Augustine, chef technische dienst, bood de nabestaanden namens het personeel een staande schemerlamp aan. Ook in het verenigingsleven was de overledene geen onbekende. Vele malen liep hij mee in de vierdaagse, al lopende leerde hij zijn vrouw kennen.